Hij is prachtig. Lieve eerste vriendin. Ja, zo is goed. Wat waren we groen toen, Peter? Ja, tien jaar geleden. Hè? Ja. En je hebt een hele leuke foto meegebracht van 10 jaar geleden. Die is 10 jaar geleden. En ja. Wat waren we groen toen is 9 jaar, 7 jaar geleden. 8 jaar. 2009. Ja. Je brengt me helemaal in de waard. Ja, maar goed. Ja, dat is ook een hectische middag, moet ik zeggen. Een hectische middag. Hectische middag. Maar goed, toch deze foto. En ja. Ik zie hier Jim Verschuur opstaan. Die was toen onze techneut hier zo op de baan. Hoe oud was hij toen daar? Wat denk je? 15 of zo? Nou, toen maar 13. 13, ja. 13. Jimmetje. Jimmeke. Ja. En jij staat er ook op in het midden? Ja. Als jonge man nog? Ja. En ik ook nog? Ja, ook nog jong. Ook nog jong, ja. Jong, dus 10 jaar. En onbedorven? Nee, toen nog niet. Ja. Ja. Ja, ik sprak Jim nog en hij zei: God, komt Peter weer? Ik zei: ja, hij komt weer een keertje naar Baarle-Nassau met zijn nieuwe album. Hij heeft een goede baan gekregen binnen onze Jim. Hè? Ik heb het gehoord, die vertelde me dat net. Dat is inderdaad een mooie baan. Ja, een hele mooie baan. Maar het jongetje was toen al goed met techniek, hè? Ja. Jim was toen al met techniek bezig. En heel bij, en dan zit hij nu, is hij nu weer verder gegaan, dat is krap. Ja. Leuk. Ja. En hij doet het goed, maar goed, je hebt de groeten van hem. Oh, dankjewel. Hij doet de groeten terug. Zal ik zeker doen. Goed, en Peter, nieuw album gemaakt. Ja. Geloof, hoop en een heleboel liefde. Heel goed. En dat was vaak vergeten, hè? Ja. Nou, weet je, het punt is, na dat album wat ik uitgebracht heb, bracht Frans Bauer, echt na mij, ook een album uit, Geloof, Hoop en Liefde. Ja. En dat is natuurlijk ook een televisieprogramma, Geloof, Hoop en Liefde. En dat heleboel liefde, ja, Ad, hoe ik erop kom, weet ik niet. Het is een album geworden wat heel dicht aan de basis ligt bij mij. Het gaat echt naar de familie. Hè? Ik bedenk, je basis van iemand is toch je familie. Hè? In mijn geval, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn moeder. Dat is eigenlijk de basis van het bestaan. En de liedjes die ook op dat album staan, dat gaat ook over de baas. Ieder liedje is terug te vertalen naar jezelf. Ook naar jouzelf, ook naar Peter. Weet je, daar gaat het album over. En dat heb ik heel belangrijk gevonden. Vandaar dat heleboel liefde. Heleboel liefde. Ja. Helemaal liedje geworden ook, hè? Ja, ik heb het liedje geschreven omtrent het overlijden van mijn vader vorig jaar, 22 maart. En dat was best een hele trieste tijd. Ik hoef jou niets te vertellen. We zijn een trieste tijd geweest. En ik heb rond die tijd heb ik ook weinig nachtrust gehad. En toen heb ik dat album geschreven. Een aantal liedjes van dat album. En gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Er staan ook hele vrolijke liedjes op. Want juist kijk, ik heb mijn vader 62 jaar bijna mee mogen maken. En er zijn heel veel mensen die hun ouders veel minder lang mee mogen maken. Dus ik ben daar heel blij mee. Dus ik heb ook gezegd, ja, het moet niet een album worden met alleen maar kommer en kwel. Ook vrolijke liedjes. En ja, goed. Geloof, hoop en een heleboel liefde en geniet van het leven, mijn nieuwe single, zijn twee tegenstrijdige dingen en wat toch allemaal met leven te maken heeft. Ja. Maar dat zijn dingen, Peter, dat ingrijpt en dat hangt erin. En of nou een jaar geleden is of een maand of 2 jaar, dat zijn toch dingen die blijven bij je. Ja, dat vergeet je nooit. Nee, want mijn vader is volgende maand ook alweer een jaar van deze aardbodem verdwenen. Ja. Nou weet je, dat weet ik. Ik heb dat gevolgd. Ik heb dat op Facebook. We zijn Facebook vrienden, dus dan komt dat voorbij. En ik heb ook jouw ouder hadden gebeld ook persoonlijk. Ja. Maar het leuke van het verhaal, of het leuke als je over leuk kan spreken, het mooie van, laat ik het over het mooie van het verhaal hebben. Dat liedje Geniet van het Leven, dat is uitgekomen op 22 maart 2017. Is helemaal niet bewust gedaan, maar het is toevallig een jaar nadat mijn vader was overleden, is Geniet van het Leven uitgekomen. Dus een afsluiting van een periode heb ik dan toch geniet van het leven af. En we moeten ook genieten van het leven af. Ja. Hoe moeilijk dat vaak ook is. Tuurlijk. Ja. En er zijn leuke dingen, er zijn minder leuke dingen. Ja. En dat is gewoon het leven. Ja, goed. En dan zegt men wel eens ooit in het leven van God, het leven is leuk, het leven is aardig en niemand is volmaakt. Ja, ons lieve neer is ook niet volmaakt. Nee, daarom. Want de slechte mensen laat die lopen en de goede mensen loopt die op. Komt die bij zich, zeg je dan wel eens ooit. Ja, want anders zou het toch anders zijn. Ja, precies. Dat hoort er allemaal bij. Dus zolang de mensheid bestaat, is dat zo. Hè? Ja. Maar goed, Peter, je hebt een nieuw album gemaakt. Daarop staat ook mei. Mei, ja. Mei ligt elk vogeltje in ei, hè? Ja, we zeiden het net, behalve de koekoek en de griet. Want de spriet. Ah, spriet. Ja. Maar goed, in ieder geval mei heb ik. Dat is een liedje wat vertaald is door Ubbel Zuiderveld. En die heeft een aantal liedjes van mijn album ook vertaald. Of althans een Nederlandse tekst opgeschreven. Mm-hmm. Van origine is het een liedje van Dave. Wel bekend waarschijnlijk. De Nederlandstalige Fransman of de Franstalige Nederlander. En die heeft dat lied, dat heette Mai, en wij hebben er mei van gemaakt. Ja. En
dat liedje dat sprong zomaar in je hoofd om dat op dat album te zetten. Dat lied mei. Ja, ik vind het een mooie maand. Ja? Ik ben er geboren op 6 mei. Mijn vader is op 7 mei geboren. Mijn kleindochter die wordt op 22 mei wordt ze 4. Dus het is, ik vind het een mooie maand. Ik vind ook de natuur prachtig. Het is het voorjaar, het is het nieuwe leven. Ja, ik vond mij wel een leuke titel. Ja, en het ook nog in een andere context zit het in een rijmpje, hè? In mei. Hè? Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij. Oké, precies. We gaan luisteren naar mei. Mag ik voor u suiker alsjeblieft? Ja, hij is weer gelukkig.